Beste sympathisant, beste sponsor van Balunda Bamikelai, ik ben Jean-Marc Mouema, basketter bij de Antwerp Giants en ook bij de Belgian Lions. Jullie kennen mij misschien ook van mijn recente deelname aan de Slimste Mens. Daarnaast ben ik ook Peter van de VZW Balunda Bamikelai, opgericht door de broers Hans en Henk Delru om hun geboortedorp Mikelai opnieuw van elektriciteit te voorzien. Ik vat graag even samen voor jullie hoe ver dat het project staat en daarvoor nemen we best even de kaart bij. Boven het dorp Mikelai bevindt zich de oude waterkrachtcentrale die sinds 2008 niet meer werkt. Op diezelfde plaats komt een nieuwe centrale. Om de elektriciteit naar het dorp te transporteren is een hoogspanningskabel nodig van ongeveer 2 kilometer. Met de sponsoractie van 2020 hebben we deze kabel integraal kunnen aankopen. Geweldig! De stroom die in het dorp toekomt wordt dan verdeeld over het hospitaal, de verschillende scholen en het weeshuis. Al het materiaal dat we nodig hebben om het project te realiseren is momenteel onderweg naar Matadi. Alles samen twee containers en ruim 17.000 kilogram. Eind december worden de containers in Matadi verwacht om daarna over de weg naar Mikelai getransporteerd te worden. We zijn er klaar voor. Of toch niet helemaal. De transportkosten van Matadi naar Mikelai worden geraamd op 25.000 euro. Om dit te financieren hebben we nog een laatste keer uw steun nodig. Na ruim 5 jaar hebben wij bijna de eindmeet bereikt. Willen we ons project begin 2022 afronden, dan is uw steun noodzakelijk. Ga naar transport.mikelai.be om ons te helpen bij de voltooiing van dit prachtige project. Dank u wel.